Buenos dias, muchachos! Welkom bij een nieuwe XXL gameplay, vandaag van El Tigre! Ik wilde eigenlijk Dora's Reis naar de Paarse Planeet spelen. Die heb ik net, echt letterlijk net op de rommelmarkt gekocht voor jullie, voor 1 euro. 1 gele euro. Alleen, ik popte hem in mijn PS3 en ik kreeg echt pure cutscenes. Echt, het eerste kwartier is gewoon pure cutscenes. Ging de game spelen, was die kut! Ik weet niet wat ik verwacht had. Deze game heb ik vorig jaar op de Koningsdag, op de Koninginnedag maak ik nog toen nog, op de kop getikt. En dit lijkt me wel een redelijk leuke game. Hij is van dezelfde maker als een van mijn lievelingsgames, namelijk SpongeBob SquarePants Battle of Bikini Bottom. Dit is een kleine preview van de game in het startscherm. Ze doen heel erg veel met dat Mexicaanse, dat hoor je meteen aan het begin. Pats. Dat vind ik wel leuk. Ik ben heel benieuwd. Ik ben niet een gigantische fan van de El Tigre serie, behalve van... Albino Burrito! Ik denk dat iedereen wel fan is van Albino Burrito. No El Tigre, save data present on memory card PS2. Ik heb echt een stuk of 40 PS2 games. En er zijn echt 3 in mijn PlayStation geweest. Leuk feitje, die PlayStation heb ik ooit gehad van een kijker. Ik kreeg een keer een PS2 game in de post. Toen zei van, maar ik heb helemaal geen PS2. Een paar weken later kreeg ik een doos en er zat een PlayStation in. En sindsdien hebben een heleboel kijkers me gigantisch veel PlayStation games gestuurd. En ja, soms dan weet ik niet wat ik moet doen voor de XXL gameplay. En dan pak je er maar gewoon uit, ja, dat mapje. En ja, dat is een van deze keren. Aztec Attack, oké. Okay. From deep underground, Mikala, Prince of Mikla, Prince of Doom, and his Aztecs appear and attack Miracle City. Mikla tricks the city's supervillains into fighting each other so he can take over. The Rivera family battles Mikla, but El Tigre shows off. Puma Loco and White Pantera are captured and taken to Mikla's lair. Hoe vinden jullie mijn Engels? Is het niet fantastisch? El Tigre is ashamed, but Frida promises to help him find his dad and grandpappy. While they search, Dr. Chipotle Jr.'s guacamole monster attacks the city. El Tigre must stop it. Oké, de eerste eindbaas is dus blijkbaar een guacamole monster. En je kan gewoon door de hele, je kan door de hele map heen. Best wel cool. Kunt naar de begraafplaats, we gaan maar gewoon naar Miracle City. Dus daar staat een dingetje bij. Challenge. Collect macho to finish. Heroic. Collect more macho to finish. Oké. Geen idee wat we gaan doen. Super macho. Collect, fight, go fast, gold, bonus time. Tuurlijk. Ik ben heel benieuwd naar deze game. Ik heb deze serie sowieso al zo nog niet meer gezien. Ik snap ook echt totaal niet meer waar het over gaat. Ik weet, de vader is een superheld en die jongen is dan El Tigre. En er was op een gegeven moment een jongen en die was Albino Bonito. You need 4400 macho to defeat the what guacamole monster. Oké. Oh, er zit ook tijd bij en zo. Wat is dit nou voor shit dan? Oh ja, ik moet gewoon met mijn control stick lopen. Switch characters, L2. Woo! Ik wil jou niet zijn. Mag ik terug? Dankjewel. Oké. Ik ben dus El Tigre en ik moet macho pakken. Dit is macho, ga ik vanuit. Collect macho pickups to prove you're tough enough. En dan mogen we vanmorgen vechten met de grote guacamole. Oké. Logisch, pak gewoon muntjes op, dat kan ik nog wel. Oh, ik kan double jumpen, ja, oké, dat kan ik nog wel. Ik ben vooral benieuwd hoe ik moet vechten zometeen. Spring hoger. Oké, dan, het gaat nog goed, ik leer even de basis van dit spel. Wat is dat nou weer? Wat pak ik nou net iedere keer dan? Hoppa, deze jongen is een springkoning. Oké, waarschijnlijk zal ik op dit monster moeten springen. Oh, ik dacht dat ik daar wel overheen kon springen. Nee hoor, dan neem je gewoon weer damage van. Oh nee, ik ben dood. Het telt ik echt met devs. Ik haat het als een game dat doet. Dan wordt zo in je gezicht gedrukt van... Hey Rick, wist je dat je slecht bent of niet? En dan moet ik zeggen, nee, dat wist ik nog niet. Nou, bij deze, je bent echt super slecht. Oh hier, slaan. Fuck jou. Albino Burrito, Albino Burrito. Ah god, ik loop gewoon vol tegen die vogel aan. Ik ben niet de slimste jongen. Ik ben niet de vroegste vogel uit het Nessie. Hey, kom eens hier. Ik heb wel mooie klauwen. Mooie klauwen. Oh, ik kan die vogel blijven. Oké. Blijkbaar, nieuwe regel. Vogels zijn super cool en sterk. Vooral super sterk. Gewoon niet meer fokken met die vogels, dan komt alles goed. Oké. Komt u maar, vogeltje. Ja, voor de rest moet ik gewoon dat level uitlopen. Kijk, dat kan ik dan wel. Ik vind de graphics wel zeker super matig. Bounce and then double jump. Wow, yo. Macaramba. Ik had eigenlijk een sombrero op moeten doen. Ik heb geen sombrero thuis. Ik denk dat daar het probleem ligt. Als ik nou gewoon een sombrero thuis had, dan zou deze hele video gewoon 10 keer makkelijker maken. Ik had ook eerst echt een collectie van... Ach, godver. Nou, dan moet ik ook in 1 keer laden iedere keer. Waarom? Waarom? Ik ben al 6 keer dood, man. Deze game is helemaal niet moeilijk, maar het voelt nu al als een soort van... Hoe heet het ene Mario spel? Ik weet dat is echt moeilijk.
What the fuck? Dat ene super moeilijke Mario-spel. Hoe heet dat ook alweer? Kap Mario, dat bedoelde. Ik bedoelde Kap Mario. Voor mij zijn dat checkpoints. Het lijkt een beetje op muziek, no, maar voor mij bedoelen ze piñata's. Oké, we hebben al 500 macho. Ik wil natuurlijk wel deze video nog de boze guacamole verslaan. Dat begrijp je. Oh, dan gaan we natuurlijk... Ja, precies. Precies. Oké, dat gaan we nu even proberen dan. Hoppa! Fuck jou, meneer met de obesitas. Ik heb niks tegen obesitas, maar jij hebt het. Dat is één ding. Eigenlijk moet ik gewoon stil zijn. Gewoon mijn bek houden en genieten van de muziek, of niet? De muziek is wel super cool. Wel leuk. Ik vind het een leuk spelletje. Nu al. Weet je, we zijn 5 minuten en 41 seconden bezig. Ik ben helemaal verkocht. Weet je, neem mijn ziel maar mee. Deze game is leuk. Het is wel lekker duidelijk tot nu toe. Gewoon een beetje springen, een beetje slaan. Dat zijn de dingen die ik ongeveer nog kan in het leven. Nou ja, in het echte leven kan ik niet slaan. In het echte leven ben ik meer van het in elkaar geslagen worden. Ben ik wel heel goed in. Wat je vooral moet doen is, zeg maar, in de feutale houding op de grond gaan liggen en janken. Dat werkt voor mij in ieder geval persoonlijk, weet je. Als jij zegt, nou Rick, ik word ook vaak in elkaar geslagen en ik doe dat net in wat anders dan jij. Weet je, daar kunnen we erover in discussie gaan. Er is geen super beste manier om in elkaar geslagen te worden, weet je. Dat is gewoon een beetje wat je zelf fijn vindt. Even kijken, kan ik misschien daarboven komen? Nee, via zo'n punch zou je zeggen dat je ook beter terugstuit, maar nee. Teleurstellend. Oh, oké, dit begint moeilijker te worden. Hoppa. Fuck jou. Oh, ik deed nog zo'n coole punch. Oké, hoeveel geld heb ik al? Ik heb al bijna 1000. Die vent mag je vast niet raken. Hij ziet er niet uit als iemand die je mag raken. Oeh, de moeilijkheidsgraad gaat omhoog, dames en heren. De game wordt intenser met de seconde. Oké, we hebben meer dan 1000 macho punten. Oké, ja, daar mag je dus echt niet tegenaan. Ik heb het getest. Speciaal voor jullie. Dit is wetenschap. Dit is waar wetenschap om draait vandaag de dag. Ik weet niet, waarschijnlijk moet ik zo meteen dan gewoon naar de graveyard. En dan moet ik daar verder gaan met muntjes verzamelen. Net zo lang dat ik mag vechten met de groene guacamole. Of dit level is echt super lang. Dat zou ik echt heel matig vinden als dit level nog... Dat ik pas op 1/4 van het level ben. Het is één van de twee in ieder geval. Hallo, mag ik nog omhoog? Ja. Nou, die vogel is niet zo heel moeilijk. Ik ga maar gewoon gauw verder, weet je wel. Ik ga toch alleen maar dood hier in de tussentijd. Hopla. Hopla. Wat een prachtgame. Het begint wel nu al eentonig te worden. Dat is geen goed teken als je al een paar minuten bezig bent en de game begint al eentonig te voelen. Ik denk wel of iets, het geluid iets harder gaat zetten, want ik geniet al van de muziek momenteel. En ik weet zeker, jullie kijkers ook. Oké, dan, nou, weer een checkpoint. Superleuk natuurlijk. Oké, nou beginnen die gasten irritant te gaan open doen, hè. Zie je dat? Ik probeer die vogel alsnog dood te maken, weet je. Ik weet gewoon dat het niet kan, maar toch probeer ik het. Dan mag ik toch wel een soort van rebelse jongen ben. Hé, het einde! Wat goed! Wat goed van mezelf. Wat is dit? Oké, schoenen. Bronze Boot Challenge. Race to the piñata before time runs out. Tacos, add time to your countdown. Oké. Oh! Kut. Maar dat was het einde van de challenge. Oh, de tijd gaat dan nog verder. Oh, godverdomme. Potje aan Dickie, hè. Oké, ik sta erop, hoor. Dan moet ik tacos pakken. Zoals die daar. Oh, dan krijg je extra tijd. Ja, oké. Nou begint het moeilijker te worden van die hele kleine platformpjes. Je moet dus, zeg maar, naar het einde van de level redden. Zonder dat je tijd op is. Ik dacht dat ik die taak nog niet gepakt heb, maar ik heb hem. Ik heb hem, oké dan. Ik ben heel benieuwd of ik dit ga halen. Ik neem aan dat eigenlijk niemand vertrouwen in mij heeft. Dat is heel toevallig, ik heb namelijk zelf ook geen vertrouwen in mij. Dus als jij zoiets hebt van, Rick, dit gaat je niet lukken. Je bent niet de enige, ik ben bij... Oh, ja dat... God, Jan Dickie. Kijk, dat het ging vallen, dat kon ik niet weten, hè. Dat kon ik niet weten. Dat kan ik toch niet weten, joh. Hey. Oh, komt u maar hier, meneer, het blokje. Het is gewoon, waarom... Ik ben helemaal bezig hoe raar dat blok is. Het is een vogel. In principe, het is wel realistischer dan gewoon een vliegende doos. Het is nu een vliegende doos waar tenminste een beest in zit. Dus is het nog logisch dat de doos vliegt, zeg maar. Aan de kant, Erik Dante Vogel. Ik ben aan het racen tegen vrouwtje tijd. Niks moeder natuur, moedertje tijd. Oh nee, het is vadertje tijd. Moeder natuur en vadertje tijd. Waarom? Ja, weet ik veel. Ik heb het niet verzonnen, weet je. Maar waarom? Waarom is er moeder natuur en vadertje tijd? Ik vind moedertje tijd. Opa tijd, weet ik het. Kindertijd. Oh, dat is een programma op de KRO. KRO, kindertijd. Kijk, hier worden herinneringen opgehaald, dames en heren. Ja, waarom zit ik niet in kindertijd? Ik ben goed met kinderen. Vandaag nog op de rommelmarkt. Wou ik, hoe heet die game ook alweer? Oh, dit is moeilijk. Oh, man. Ja, ik zei dat het moeilijk was. Vandaag op de rommelmarkt... Heb ik, Lego Racers kopen voor de PlayStation 1. Die wou ik eigenlijk ook vandaag doen voor de XXL Gameplay. Kut. Alleen ik vond dat die game zag er grafisch zo kut uit in vergelijking met de computerversie. Ik zoiets van, ik kan beter de computerversie doen. Maar ik zei zo, hé jongetje, hoeveel kost die game, weet je? Al was een jochie van, nou pak een beetje 10 of zo.
Ik zei, hoeveel kost die game? En hij zegt, nou, 1,50 €. En toen was mijn reactie, ja, je moeder. En toen keek hij echt heel bang van, oh, wat is er aan de hand? Gaat deze jongen me in elkaar slaan of zo? Ja, heb ik ook gedaan hoor. Dat later die dag heb ik hem in elkaar geslagen. Oh nee, wacht, ik heb me in elkaar laten slagen door de jongen van... Ik heb me in elkaar laten slaan door de jongen van 10 jaar. Om een verhaal van net even te bevestigen dat ik vaak in elkaar geslagen word. Zelfs op dit soort gelegenheden. Wat? Ik dacht dat ik daar gewoon landde. Huh? Helemaal de war. En toen zei ik 1,50 € en dat is iets van, nou oké dan. En ja, toen heb ik dus eigenlijk de memorabele game Lego Racers voor de PlayStation 1 gekocht voor 1,50 €. Dat had ik even kwijt. Nu moet je allemaal nadenken van, wow, dat Rick dat durft. Dat is vet cool. Waarom begint de game nu al zo moeilijk te worden met die kutvogels? Doe we normaal. Hoppa. Waar is mijn checkpoint? Ik heb een checkpoint nodig in mijn leven. Ik heb wel al bijna niet genoeg punten voor de guacamole. Nee, serieus. Ik heb er 2000. Oftewel, ja, je moet er nog 2000. Oké, dit vind ik wel leuk. Dit soort platform. Hier kan ik nog wel wat mee. Hoppa. Is het nou, is de vraag van Mexico, toch? Niet dat hier opeens verschillen ontstaan. Ik denk de gok van de dag dat dit de vlag van Mexico is, weet je. Het is wel heel erg in Mexico. Ho, 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 ho. Mexico stijl. Hey, daar een checkpoint. Woehoe. Dit zijn weer stuiterdingetjes zo te zien. Ik sta er helemaal voor te stuiteren. Pof, pof. Hoe kom ik daar? Hoppa. Hop, hop. Ik vind sowieso trouwens, eventjes helemaal in het algemeen. Double jumps zijn toch het meest hackende iets ooit. Echt iedere game heeft het, bijna een double jump. Maar in de realiteit, als iets niet realistisch is, is het midden in de lucht opeens weer kunnen springen. Je springt, springen werkt zo als dat je je afzet op de grond. En dat werkt niet als je dan zeg maar dubbel springt, want je kan je niet afzetten in de lucht. Dat kan trouwens wel, en het gaat heel slecht. Zeg maar, water is eigenlijk bijvoorbeeld weer wat stroperiger dan lucht. Dat heeft met de viscositeit te maken, de stroperigheid. Oh man, ik ben natuurlijk echt. Ik kan niet op die vogels zetten en op deze rare bewegende dingen. Waar ik iedere keer net levend uitkom. Of net niet. Oké, ik zit al 21 devs. In 12 minuten. Dat is wonderbaarlijk. Dat is gewoon wonderbaarlijk. Oh, kom op! Kom op, Rick. Ik kan beter dan dit. Eigenlijk niet. Tering! Ah! Wat een kut! Wat een kut! Wie heeft dit verzonnen? De neonazies waren het, of niet? Oeh. Ja, nou ben ik weer dood. Godver! Rage! Rage! Fucking El Tigre game. Fucking motherfuckers. De neukende moederneukers, dat zijn het. De makers van de El Tigre de game. Dat is ook een beroemde sterrennaam. Ah! Stop! Waarom kun je die kutvogels niet kut doodkut? Wie heeft dit verzonnen? Het waren vast de nazi's. De guacamole nazi's. De nazi guacamole. Kan ik al? Of zou ik nog even wachten? Wat zou ik doen dan? Die vogels weten het zelf ook niet volgens mij. Dat is een beetje een probleem. Nou, ik doe rustig aan. Hou je rustig, rustig, rustig. Hou je rustig, kalm. En oh, je gaat dood. Oh nee, nee, nee. Ik ben er bijna. Woo! Ik heb het gehaald. Oké, dat is fijn. Dit ziet er ook moeilijk uit. Ga maar gauw verder met je. Oh man, kom op. Daar kan ik niks aan doen. Zo ben ik gewoon. I was born this way. I was born this way. Cause baby, I was born this way. Ja. Dan moet ik dus eentje eigenlijk langer hierop blijven staan. Ja. Gast. Even normaal. Jemig. Kan ik er niks mee? Kan ik er niks mee? Wat moet ik doen dan? De kut anus. Dat is het. Gewoon heel snel door nu, dan kan er weinig fout gaan. Dat is mijn hypothese. Oh, oh, ja, ik ben ergens. Oké, sterf. Haha, jammer dan. Checkpoint. Wat een moeilijke game. De persoon die dit gemaakt heeft, die had gewoon geen vrienden. En hij wilde dat iedereen in de wereld pijn had. Pijn en zware emoties. Alleen hij had geen zin om een aanslag te plegen, want dat doen de meeste mensen dan. Dan blazen ze een bom op of zo. Deze man die dacht... Weet je wat? Ik maak wel deze game. En het is hem gelukt. Het zou me niks verbazen als ik deze video de 100 devs nog aantik. Dat klinkt nu echt alsof ik dat iets is waar ik pride in neem. Zeg maar iets wat ik stoer vind. Nou nee. Daar ben ik niet trots op, nee. Ik ben ook niet trots op het feit dat ik El Tigre de game überhaupt een keer gespeeld heb. Weet je? Ik had hogere verwachtingen.
Oké. Weg met die muntjes. Ik hoef je muntjes helemaal niet. Ik wil gewoon het level halen. Mag dat ook? Nee. Oh. Even, waar moet ik nou heen? Oh, waar moet ik nou heen? Ga aan de kant, vogel. Ik probeer te werken hier. Oeh, dank je. Oké, dan. Ik leef. Dit gaat goed. Ik leef. Ga... Hopla. Oké, waar is mijn checkpoint? Please, ik heb dit nodig, jongens. Je kan me dit stuk niet meerdere keren laten doen. Dan krijg ik een verzakking of zo. Ik weet niet eens een verzakking van wat. Ik krijg gewoon een willekeurige verzakking naar keuze. Oh! Oh! Oh nee, ik wilde gaan. Dat was niet de bedoeling. Ja, oké. Ik ben ergens. Het ziet eruit als vasteland. Woehoe! Oké, waar is mijn checkpoint? Ook iedere keer weer diezelfde mannetjes. Die staan gewoon beneden. En dan, wow, ik spring hierop. Het lijkt alsof ik rondjes loop, man. Oké, nou, fantastisch. Ik voel me echt goed. Blijven deze levels dan gewoon herhalen tot ik bij die dikke nacho kom of zo? De grote guacamole. Guacamole is wel lekker. Ik zat laatst bij een soort van Cubaans restaurantje is dat hier in de buurt. Dat heet Havana. En daar kun je een tapas bestellen, maar dat was natuurlijk al lang weer dicht. Daar had je er goed bij gezegd. Oh, nou wordt het helemaal kut hoor. Oh ja, weet je nog die platformen die we net hadden? Ja, we vonden het niet te makkelijk. Dus we dachten nu, als je nu maar één keer op kan springen. Gewoon om de moeilijkheid een beetje omhoog te gooien. Ik haat platformers, dat doe ik. I hate platformers, yes I do. Oké, nu gaat het in één keer weer goed. Ja, nu zit er toch wel een bepaalde maat in, weet je. Je kan niet heel erg van een bepaalde maat af. Dat zit wat in. Goed gedaan, Rick. Goed gedaan, we zijn trots op je. Je ouders zijn trots op je. Je familie niet. Maar mijn ouders en mijn familie is toch een soort van hetzelfde? Nee, aha. Aan de kant, stomme vogelman. Ik heb geen tijd om te wachten op jou. Oké, ben benieuwd. Zal Rick dit level weer redden? Nou ja, de vorige keer had Rick best wel veel tijd over. Dat is inderdaad waar, kijker. Dat is inderdaad waar. Oh, de muziek. Het is zo Mexicaans. Nu heb ik echt zin om bij de Mexicaan te eten. Oh, bij ons in de Staten heb je zo'n verschrikkelijk lekkere Mexicaan. Daar kun je dan nachos eten en desperados drinken. Ik heb momenteel zelfs desperados in mijn tas. Desperados zijn maar Mexicaans bier. Maar Mexicaans bier van zichzelf smaakt echt naar niks. Het smaakt gewoon echt naar water. Dan heb je het over het Mexicaanse bier Sol. Er zijn zelfs mensen die dat drinken. Gadverdamme zeg, smaakt helemaal nergens naar. En Desperado is eigenlijk Sol gemengd met tequila. En een citroen. En wat je dan zelf altijd doet, wat je vaak ziet bij Mexicaans bier, als je, ook al heb je nog nooit bier gedronken, dan herken je dat misschien wel. Er zit altijd een stukje citroen in. Op de bovenkant. En dat vind ik ook heel lekker zelf. En dan is de vraag, waar is dat dus voor? Nou, zoals ik al zei, het is lekker. Maar in Mexico staat dat bier altijd gewoon buiten. En dan plassen de honden op die flesjes bier. En dat is hartstikke vies. En als jij Mexicaan bent en je drinkt toch altijd hondenpis bier. Om een of andere reden drink je dat alsnog. Dan wil je niet dat het bier naar hondenpis smaakt. Dus daarom doe ze altijd een stukje citroen in de bovenkant van het biertje. Want daar drink je uit. Daar komt de smaak van het hondenpis op. En die hondenpissmaak, die streep je dus een beetje te weg door er wat citroen op te doen. En het was niet zo dat het standaard op ieder flesje gepist werd, maar er gebeurde zeker wel eens dat jij een flesje in je bek pompte en dat er dan... Fuck! Hij wil niet double jump hier opeens. Dat er op gepist is en dan neem je liever niet het risico, hè. Oh, ik ben natuurlijk ook nog met tijd bezig. Ik dacht, oh, ik wacht wel. Boeien. Maar als ik ben nog een tijdrace aan het doen. Dan moet je niet de vogels erbij doen. Jullie weten wel echt die vogels haatmakers van deze game. Nou ja, waarschijnlijk weten jullie het niet, maar alsnog. Hou gewoon rekening met me, oké? Ik ben ook maar een mens. Waar moet ik heen? Oh, een checkpoint. Ik heb het gehaald! Woo! Kom op, Rick. Je hoeft nog maar 700 macho punten. En dan mag je vechten tegen de guacamole. Ja, dat is wel belangrijk. Daar komen jullie allemaal voor. Jullie kijken... Oh, ik mag gewoon verder lopen, oké. Jullie kijken deze video momenteel nog, omdat ik ga vechten met de guacamole. Ik vind het wel heel saai dat ze zo lang over één level doen, weet je. En ja, het wordt natuurlijk wel steeds moeilijker. Dat is vet kut. Als je van, ja, ik had beter in het begin wat meer muntjes kunnen verzamelen. Dan had ik meteen al met de guacamole kunnen vechten. Zonder dat de hele game typisch moeilijk is. Ja, op zo'n manier. Maar dat is natuurlijk ook de makkelijkste wereld. Moet je eens voorstellen. Is dit gewoon echt bedoeld als rage game of zo? Ik bedoel, stel je voor, dit is het leven van deze man. Hij is al 50 keer dood gegaan in zijn leven. Ja, hij is niet een hele goede superheld dan in ieder geval. Ook het. Spannend. Oeh, een checkpoint. Opeens begint het weer makkelijker te worden, lijkt wel. Oeh, dit zijn andere mensen. Hoe vecht ik die? Oh, dan moet je gewoon wat meer slaan. Oh, dat kan ik wel. Hey, ik ga je slaan. Oeh, nee, niet slaan. Met je handjes. Met je handjes. Oké, dit is interessant. Dit komt me heel bekend. Oh, oh, oh. Hoppa. Guacamole. Pats. Jij bent dood. En jij bent ook dood. Haha, nee, niet slaan. Dat doet pijn. Dankjewel. Ik wil graag mijn ouders bedanken.
De hamburgers die we gisteren hadden waren erg lekker. Mijn complimenten. Van de grill. Van de grill. Oh man, ik spring recht op die vogel. Daar zijn ze niet voor, hè. Nou ja, ze zijn er wel een beetje... Ik ben te ongeduldig. Ta! Bewegen, kreng. Beweren, kreng. Oké, we gaan het nog een keer proberen. Rick versus zijn grootste angst. Vogeltjes. Zo, het gaat goed. Zo gaat hij goed. Zo gaat hij beter. Alweer een kilometer van mijn schoenen afgesleten. Deze vogeltjes zijn kut en daarom krijgen ze geen patat. Oh, 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 oh. Wat gaat er nu gebeuren? Oh. Wow. Waar is mijn checkpoint? Waar is mijn checkpoint? Hey. Dat is even normaal. Ik wil een checkpoint. Nou, ik ben in ieder geval iets beter geworden in... Oh, deze vogeltjes verslaan. Nou, is hier weer een checkpoint. En wat drie keer raden. Moet ik nou met iemand vechten zometeen? Nee, niet eens. Oh, dat valt mee. Dus ja, je kwam hier misschien en je dacht... Wow, El Tigre, die game ken ik. Misschien is dit fantastisch. Nou ja, je hebt je antwoord. Nee. Maar, ik hoop maar dat de boss fight met de guacamole... een hele hoop goed gaat maken voor deze XXL gameplay. Ik ga de komende tijd wat vaker wat de PlayStation 2 games doen die ik heb liggen. Zoals deze. Wat games die je waarschijnlijk niet kent als kijker. Maar van je zoiets hebt. Maar ja, misschien is het wat. Het zou echt kut staan als blij dat deze game vet makkelijk is. En dat ik gewoon slecht ben persoonlijk. Ah, god, Jan Dikkie. Ben ik ook helemaal hier weer? Nee. Nee, dat kan niet waar. Ja, hey. Godverdommetjes. Vind ik echt niet leuk. Stop met poepen, dankjewel. Ja, hey. Gast. Verdomme. Deze game, in het algemeen. Verdomme. Weet je moet ook gewoon weer... Oh, je moet... Oh, what the? Ik kon gewoon makkelijk terugspringen opeens. Oh, yes, je bent voorbij. Oh, je moet dood. Je moet gewoon dood, Rick. Dat is gewoon wat ik eraan meekreeg. Oké, laat ik het dan even zo doen. Kut! Auw, het begint ook echt te branden gewoon. Ik weet niet waaraan het begint te branden, maar... Auw, het brandt! Oké, ik leef! Ja, als je me afslaat, dan sla ik jou eraf. Of je maakt je gewoon dood, in het algemeen. Oké, ik heb bijna genoeg geld. Maar dan was de Green Guacamole 4300 of zo. Dus ja, als Green Guacamole kenner, dat ik toch wel kan zijn en ben. Kan ik toch met oprechte gevoelens zeggen dat ik er bijna ben. Hopla. Oh, hij loopt opeens niet meer. Hij loopt gewoon echt serieus opeens niet meer naar rechts. Waarom zou ik... Wat ben... Nee. Godverdomme. Nou heb je mijn beurs gemaakt. Vind ik echt niet leuk dit. Vind ik echt stom jammer. Vind ik jammer en stom tegelijkertijd. Mijn geld tikt wel gewoon nog door, dat is iets. Ik weet niet of op het level onderbroken wordt. Zo van, hé, het is Green Guacamole time. Ik heb geen idee hoe dat plaatsvindt. Maar ja, dat gaan we zo meteen zien. Ik zou even een checkpoint willen eigenlijk. Misschien daar wel. Nee, misschien hier wel. Hé, een checkpoint. Hallo. Ik ga lekker op zoek naar de groene guacamole. Zo voel ik mij nu. De controls. Ja, wat. Ik zou niet eens een review willen maken in mijn hoofd van deze game. Ik wil niet eens uitspreken wat ik hiervan vind. Ik vind het jammer. Dat vind ik. Dat mag je zeggen. Oh god, ik ga dood! Ah, 60 deaths bereikt. Leuk hoor. Echt toppie. Nee, ik ga dood! Nee, toch niet. Haha, poepie. Ik heb ze een poepie laten ruiken hoor. Snap je, poepie? Oké, dan. Komt ie bij meneer. Ik ben te laat, ik ga dood. Nee, toch niet. Oh ja, goed zo Rick, goed zo gedaan. Checkpoint. Oké, dat lijkt op de Green Guacamole. Ik heb zo het gevoel dat we in de buurt zijn. Hallo Green Guacamole. Wil je vechten zo meteen dan, of niet? Ik zie hier al iets wat lijkt op guacamole. Oké, ik hoop maar dat deze boss battle een beetje innovatief en interessant wordt. Anders dan ben ik helemaal teleurgesteld. Dan ga ik gewoon stoppen. Met mijn PlayStation in het algemeen. Ja, sorry kijker die met me gegeven heeft, maar dan flikker ik hem gewoon naar het raam. En dood ik een baby. En misschien twee baby's zelf. Het is wel Koningsdag, weet je. Je moet toch wat. Gooi een baby uit het raam. Eet hem op voor de YouTube-faam. Dan krijg je abonnees mee. Woo! Dan krijg je abonnees mee. Yeah, eet een baby. Want dat is goed voor je abonnees. Je fanbase zijn baby's. Dus eet ze maar op. Nee hoor, ik hou van mijn fanbase. Oké, we gaan nu vechten. Met, heb ik eigenlijk wel een fanbase? Kut, dat zijn de vragen. Niet nog een tijdlevel. Ik heb fucking... De benodigde prijs heb ik betaald. Ik wil gewoon genieten van het leven nu, jongens. Hopla. Taco.
Hopla, taco. Zo. Taco. Oké, het gaat goed. Gewoon een beetje springen. Dat kan ik. Hopla, taco, hopla. Ja, het probleem is nu ook een beetje, ik heb zoiets van, ja, waar moet ik het nog over hebben deze video? Ik heb eigenlijk alle onderwerpen al besproken. Ik heb guacamole, tacos. Waar praat ik eigenlijk nog meer over in mijn video's? Ja, die twee dingen. Wat moet ik nu doen dan? Deze XSO gameplay is te XXL voor mij. Ik kan het niet aan, vrees ik. Hij redt het iedere keer net aan. En iedere keer, oh, hij gaat er geraakt worden door die vogel. Nee hoor. Af. Moederneuker. Oké, tof. Ik denk dat ik er bijna ben. En waar dan? Bij het einde, mijn beste vriend. Bij het einde van dit leveltje. En ik krijg nog meer geld. Hoe meer tijd je hebt, hoe meer monies je krijgt. Oh, opeens wou die weer niet meer lopen. Oké, logisch man. Hey, El Tigre, je moet misschien even minder drugs. Niet meer, nee, niet meer drugs. Minda! Of zoals Geert Wilders zou zeggen. Minder. Ik spawn gewoon nog dood. Dankjewel game, als ik jou toen niet had. Als ik je auto niet had, dan was ik me toch een potje gelukkig. Als ik je auto niet had, liet ik scheten onder de douche. Als ik je auto niet had, had ik taco's in mijn onderbroek. Oh, hij is zo blij. Oh, ik ben de groene guacamole. Guacamole is trouwens altijd groen, dus ik weet niet echt wat dat toevoegt. Yay, kijk nou mijn monies. Money. Must be funny. Oké, dit level begint er al anders uit te zien. Oh, dit ziet eruit als een bossfight, ja? Oké dan, interessant. Oh man. 66, het getal van de duivel. De guacamole shots worden wel steeds groter. Zo, ik leef nog. Dit gaat goed. Gaat lekker, Ricky. Gaat lekker, man. Even niet doodgaan, want dat is niet goed voor je. Oké, wat nu? Ik wil net zeggen, waarschijnlijk komen die guacamole shots wel alsnog. Hoe moet je dit ontwijken dan? Oh, een double jump. Dat gaat dan wel. Oké. Rick, focus. Nu. Nee, maar dit is kut. Want nou, jee, dat zat eraan te komen, hè? Waar is dat guacamole monster? Laat mij hem spreken. Ik heb een hartig woordje met hem te wisselen. Want hij is gemeen. En hij bekogelt me met guacamole. Stop! Het is een beetje raar als guacamole monster guacamole gooit, weet je. Want je gaat er vanuit. Hij is een hele grote berg guacamole. Dat is hetzelfde als je met mij vecht en dat ik mijn armen naar je gooi. Ja, godver! Godverdomme! Dit had je er niet bij gezegd. Hey, wat is dit nou weer? Wie heeft deze game ooit gemaakt? Wat voor demente anus heeft deze game in elkaar geflansd? En dacht, ja, dit gaan we verkopen. Dit is echt leuk. Hey, je moeder, 69. Denk daar maar eens over na. Keiharde 69. Zou Rick dit level ooit halen? Nee, waarschijnlijk niet. Dus dat is het hele probleem. Daarom ben ik ook zo boos. Waarschijnlijk niet. Oh man. Waar zijn mijn checkpoints? Weet je, de checkpoints zijn normaal. Zeg maar, een soort van. Fuck! Held! Die mij redt van de dagelijkse sleur. Van ja, ik kan net zo goed nu gewoon even de 100 devs halen. Gewoon hier te staan de hele tijd. En dan bijna de video daar wel gewoon, weet je wel. Leuk. Hey! Ik ben vastberaden. Ik ben kwijt om nooit te verslaan. Ah, ik ben moe. Guacamole! Doritos! Deze video werd mede mogelijk gemaakt door Doritos. Ik heb ze alleen niet bij me, jammer genoeg. Ik heb zin in Doritos! En dan kom je niet door deze game. Want deze game is kut. Ja, had je maar meer moeten betalen, Nickelodeon, om deze video te maken. Jemig de chamer. Woe, ik spring! Ja, leuk! Ik wacht gewoon tot de guacamole monster niet meer uit guacamole bestaat, maar gewoon, ja, niet. Zeg maar, gewoon niet. Dan ga ik weer hier dood, of niet? Nee, ik leef nog. Oké, dit gaat goed. Je leeft nog, Rick. Verder dan dit ben je dan nooit gekomen in je leven. Je bent wat aan het bereiken momenteel. Oké, dit wordt moeilijk. Kom op, waar is mijn checkpoint? Checkpoint, please. Waar? Ik loop gewoon rondjes voor mijn gevoel nu. Godverdomme! What the fuck is dit? What the fuck? Wat is dit voor game? Waar zijn mijn checkpoints? Wat is dit voor hardcore? Ah nou. What the fuck? Dit is niet leuk meer. Dit is gewoon kindermarteling. Ik wou zeggen verkrachting ook, maar marteling vooral ook.
Ik vind het niet leuk meer. Ik ga wel een ander level doen. Maar dan, misschien ben ik dan allemaal macho punten kwijt. Dat zou ik kut vinden, want daar heb ik hard voor gewerkt. Het is niet alsof ik... ik heb wel memory card erin. Dit staat wel allemaal op hoor. Dit staat allemaal op, al die devs. Die tellen lekker verder. Kijk trouwens even links in de bovenhoek. Kijk naar dat gezichtje. Dat straalt ook echt uit van ja, ik ben hier kut in. Ik ben ook veel te moe. Ik heb al bier op. Dat werkt ook nooit. Ik heb altijd bier op. Het is vakantie. YOLO. Nee hoor, ik mag geen slecht. Ik ben een voorbeeldfunctie. Ik heb één biertje op net. Een desperado wel. Desperado, that is. Ik heb net uitgelegd wat een desperado is. Voor de mensen die dat niet weten, omdat ze niet... zeg maar, ik drink bijna nooit meer bier. Als ik bier drink, drink ik bijna altijd desperado. Alleen desperado's zijn fucking duur. 3 voor 4,50. En als je ze bij uitgaan koopt in de club, dan ben je echt 5 euro kwijt. Echt belekkelijk. Ja, wel een stukje citroen erbij. Dat is dus het leuke, die traditie van een stukje citroen wat ik zei. Want eigenlijk uit Mexico komt, dat is in Nederland ook zo. Als je naar een Mexicaans restaurant gaat, waar dan ook, je bestelt desperado, dan zit dat dingetje er gewoon in. Godverdomme! Dood een baby! Fucking AIDS croissant. Ik had vanmorgen wel een croissantje bij de HEMA, dat was wel fijn. Ik ga het nog één keer proberen. En dan stop ik gewoon. Gewoon constant irritant. Ik bedoel, ik doe niks verkeerd, ik doe gewoon mijn best. Ik doe gewoon allemaal ons best. Dat is gewoon de waarheid, we doen gewoon allemaal ons best, weet je. Trying to make the world a better place. Just look at yourself and make a change. Da-da-da-da, man in the mirror. I'm asking him to change his ways. Da-da-da, and na-na-na-na-na-na-na-na-na. If you wanna make the world a better place, take a look at yourself and then make a change. Ik ga nu gewoon maar door tot ik 100 deaths heb. En niet bewust voor de 100 devs, ik probeer het iedere keer. Maar als ik dan de 100 devs heb, is het wel een prachtig punt om te stoppen. Ik ben hier nog slechter in dan mensen in Cap Mario. En het komt omdat deze game kut is. Koop deze game niet voor je kinderen. Please, doe het niet. Koop deze game voor je ergste vijand. En dwing... Weet je, neem iemand gevangen als je iemand wil verhoren. Fuck, duim klemmen, zijn botten breken, zijn penis eraf snijden. Laat hem gewoon deze game spelen. En voor iedere keer dat hij doodgaat, hak je een vinger af. Nou, die persoon die met het zweet op zijn nekje te spelen, hoor. Bullshit game. Hop. We hebben gewoon op één punt staan de hele video. Leuk, hoor. Gewoon balletjes ontwijken van guacamole. Woo! 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 Dit is het beste YouTube commentaar dat je in tijd hebt gehoord, of niet dan? Dat dacht ik al. Oké, ik leef nog. Ik leef nog. Oké, daar ben ik overheen. Over de bergen en door het woud springen wij over guacamole heen. We weten de weg, we hebben geen pech. Guacamole. Hopla. Oké, ik leef nog. Waar is mijn checkpoint, motherfuckers? Ik weet niet, nog een keer of we van die springcursus heen moeten, toch? Heb ik dat al gedaan? Nee. Ach, god, weer daar, hè? Weer daar! Help! Ik word verkracht! Help! Dit is de laatste gil van de Air Broers. Zo geheten de jongen die Aoi had. Want deze game. Deze game in het algemeen. Fucking El Tigre de game. Ik denk dat je ook gewoon niet verder kan bij dit punt. Dit is gewoon een trucje. Eerst verkopen ze vet veel ervan. En dan denkt iedereen: wow, deze game is vet moeilijk. Maar ze hebben ook gewoon de game niet verder gescript dan dit. Dat is gewoon de waarheid. Het is vet handig. Je kan niet boos worden op zeggen de game is te kort, want je zit gewoon vast. Dat heb je wel eens bij games. Dan krijg je gewoon de kritiek. Ah, de game is te kort. Nou, niet als je vast zit. In level 1. Dan weet niemand dat de game te kort is. En dan kun je zeggen, ja, we hebben dit geplaytest. Het level is 100% haalbaar. Ja, ja, ja. Oh, dat is zo chill om playtester te zijn. Ik stel je eens weg te dromen. Dat is echt chill. Als je playtester bent, dan moet je dus bij bedrijven. Die hebben ze echt nodig en dat zijn vaak niet mensen die daar werken, maar eigenlijk kinderen bijvoorbeeld. Stel een game is... meestal is het playtester alle groepen. Ze hebben dan bijvoorbeeld kindertjes, een paar kinderen van pak een beetje 12, 16, een paar van 18, dan ben je geen kind meer. Maar volwassenen, wat ze dan willen weten dus, is puur, is deze game uit te spelen, weet je. Want we kunnen wel puzzels hebben, maar is iedereen wel zo slim om die te kraken. Er mogen een hele grote groep mensen uit, die mogen dan de game voor die uit komt spelen. Om gewoon te testen of ze alles kunnen begrijpen, kunnen ze alle geheime plekjes vinden of niet, of... kunnen ze bepaalde logische denkstappen doen? Of ziet het level er niet lekker uit? Of speelt het onhandig? Dat soort shit. Hartstikke leuk om te zijn. Het is ook leuk om Rick van Serpent Gameplay te zijn. Dan moet je namelijk deze game spelen en dan heel boos worden! Heel boos!
fucking guacamole. Ik zou die guacamole gast nu zo fucking hard graag op zijn bek willen fucking back fuck slaan. Back. Guacamole. 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 Wie er lacht, krijgt een opdracht. Dat is van Pepsi. Pepsi Cola. Wie er lacht, krijgt een opdracht. Wie beweegt, is een homo. Nee, het krijgt twee, toch? Huh, wat? Oh, wat is dit? Guacamole! Wat is dit nou weer? Wat moet ik doen? Oh, oké. Okay. Is dit alles? Wat? Ik kap ermee. What the fuck? Ik heb net fucking lang hierheen gewerkt. Voor een super epische boss fight. Slaat hij tegen een botje aan? KO penalty. Oh, sorry dat ik... Yeah, ik ben maar 98 keer dood gegaan. Fuck jullie kijkers die zeiden dat ik het niet kon. Ik ben echt helemaal kapot. Kijk deze jongen. Deze jongen ziet er niet uit als een feestbeest. Die zo meteen weer lekker naar buiten gaat en naar het zonnetje. Nou, dat ga ik wel. Jongens, bedankt voor het kijken voor deze XXL gameplay. Laat even... Victory over the guacamole monster. El Tigre en Frida outwitted the guacamole monster with a super macho style. Dr. Chipotle Jr. was really upset. He ran home to his father. Oké. Okay. I don't give a fuck. I don't give a fuck. Ik geef geen neuk, want I don't give a fuck. Geef geen neuk, I don't give a fuck. Jongens, bedankt voor het kijken. Zit er allemaal bij de art gallery, dat is altijd leuk, hè. Mooi hoor. Supermooi. Jongens, bedankt voor het kijken voor deze XO gameplay. Geef me even een duimpje omhoog en ga ik naar mijn kanaal. Als je wel iets hebt van, hey, deze Rick, die vind ik wel grappig. Ik wil meer YouTube filmpjes van zien. Die maak ik namelijk. Maar even kijken voor deze aflevering. Tot de volgende aflevering van XO Gameplay. Volgende week zaterdag. Doei!